Hey, Koen hier van coingrids.nl en forum.coingrids. Leuk dat je naar deze video kijkt en in deze video ga ik het hebben over waarom Bitcoin stijgt en de altcoins dalen. En dat is een van de redenen ga ik uitleggen. Een andere reden zou ik eventueel ook nog uiteraard uitleggen. Maar de belangrijkste reden is, denk ik, dat ga ik je zo meteen laten zien. Als je wat blogs wil lezen of iets, kun je altijd naar coingrids.nl en dan klik je op blog. En dan zie je de laatste blogs die ik daar geplaatst heb. Als je een cryptocurrency cursus van mijn premium partner, alles over crypto, wil volgen, kun je op de onderstaande link ook klikken, word je doorverwezen naar de cryptocurrency beginnerscursus. Dat even gezegd hebben en natuurlijk het forum. Daar ben je wel bekend mee. Ik denk als je mij al langer volgt, dan weet je wat je daar maar kunt doen enzovoort. In ieder geval bedankt voor het kijken. En nu gaan we beginnen met de uitleg waarom een van de redenen waarom Bitcoin stijgt en waarom de altcoins dalen. Ik heb het nog even geverifieerd. En ja, ik ga nu gewoon live typen en dan kun je gewoon meelezen. En als je dan vragen hebt of iets ondertussen dat je denkt, hé, maar hoe kan dat dan en waarom leg je dat uit? En gewoon een reactie achterlaten en dan zal ik die zeker beantwoorden en dan komt het helemaal goed. Neem als voorbeeld dat bedrijf X is bijvoorbeeld 20 miljoen waard. Op dit moment, zeg maar. En dan kunnen we, laat ik even zien natuurlijk, uiteraard. Noemen we een voorbeeld. Nou, laten we gewoon eens XRP. We gaan ervan uit dat het bedrijf XRP, op dit moment is dat veel meer, maar dat dat 20 miljoen waard is. Oké, dat hebben we hier. En die wordt weergegeven de waarde in Bitcoin. Dat is ook belangrijk om te weten. Als Bitcoin stijgt met 10%, ik noem maar een heel simpel voorbeeld. Bitcoin stijgt met 10%. Dan is datzelfde bedrijf, in dit geval XRP, is in hetzelfde geval 22 miljoen waard. En waarom nou? Omdat Bitcoin die stijgt met 10%. En als je 10% van 20 miljoen is 2 miljoen. Als je dat bij elkaar stelt is 22 miljoen. Maar vinden beleggers dat ook? Of crypto-investeerders? Nee, dat vinden ze niet. Een van de redenen is dit. Hè. Ik zou zo meteen nog andere redenen kunnen opnoemen. Die ga ik ook wel behandelen. Dus als je goed begrijpt wat ik bedoel om mee te zeggen is, het bedrijf is 20 miljoen waard op dit moment. Dat wordt het op gebaseerd, of in ieder geval dat is het waard. Maar Bitcoin stijgt met 10%, dus 22 miljoen. Als de grotere investeerders, die 22 miljoen, dat ze dat nog steeds de 20 miljoen waard vinden, ja, dan gaan ze natuurlijk altcoins verkopen, omdat die waarde dan naar 20 miljoen weer moet. Moet niks, maar dat gebeurt gewoon. Dus 22 miljoen. Dus zou je heel goed kunnen, als Bitcoin stijgt met 10%, kan het maar zo zijn dat dit bedrijf, in dit geval dus XRP, geen 22 miljoen mag die waard worden. Nee, hij is 20 miljoen wat hij op geschat. Dus daar willen ze weer terug naar 20 miljoen. Maar aangezien omdat Bitcoin stijgt, gaan ze dus coins verkopen. Coins net zo lang verkopen tot ze weer op die waarde van 20 miljoen zijn. En Bitcoin die stijgt dan gewoon door, zeg maar. Dus Bitcoin stijgt, altcoins dalen. Ik denk als je het kwartje hoop ik dat hij al gevallen is. Dus nu even helemaal uit mijn hoofd. Ja, nou, ja, ik hoef het eigenlijk niet nog een keer uit te leggen. Maar als je dit snapt, dan snap je ook waarom de altcoins, dat kan een van de redenen zijn waarom altcoins dus dalen. Een andere reden kan zijn, omdat crypto bestaat nu al een gelange tijd, een behoorlijk tijdje. Kan ook zijn dat munten op de CoinMarketCap, bijvoorbeeld als je hier kijkt, dat hij gewoon bijvoorbeeld Ambrosius, dat was een favoriete tradecoin van mij, nu niet meer. Ik doe er niet veel meer mee. Omdat ik er niet meer in geloof en blijkbaar anderen ook niet meer, want het heeft maar slechts een market cap nog van 6 miljoen. Dan wil ik maar zeggen, dat mensen krijgen steeds meer door van wat je nou echt aan een crypto hebt. Zoals de BAT token, ik heb hem al een paar keer aangehaald in video's. Ik vind dat gewoon een heel mooi voorbeeld. Deze token heeft daadwerkelijk een, hier, kijk eens aan. Heeft echt daadwerkelijk een functie. En dan bedoel ik mee dat hij ook een waarde vertegenwoordigt naar de buitenwereld. Ambrosius moet het nog waarmaken. Het kan in één keer 10 gaan, hè? Dat zeg ik niet. Maar mensen worden wel steeds nuchterder,
slimmer zeg ik niet, maar die gaan meer nadenken. Dus dat je bijvoorbeeld een Cardano, vind ik zelf, nu is die wel gezakt, die hebben hele goede producten. En dan gaat het toch om. Anders is het van, ja, ik stop €100 in een munt. Ik ga geen munten noemen die je niet moet kopen of wel moet kopen. Dat vind ik allemaal wel een beetje. Ik zeg altijd wel advies, bijvoorbeeld de Binance Coin. Die heeft een hele lange termijnvisie daarvoor, maar die heeft toch heel sterk iets. Die heeft een DEX, die heeft een eigen exchange. Er is voor alles mee aan de hand. Die heeft hoofdkantoren daadwerkelijk, enzovoort, enzovoort. En dat is ook de rode draad bij het handelen, bij de Binance Exchange. En een van de grotere exchanges in de wereld. Ik noem maar wat, als we nou eens een keer naar de top, niks. Ik noem zomaar wat nu. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Request. Ik zeg niet direct dat het niet goed is, hè? Maar heeft hij een bepaalde functie? Gaat hij wat brengen in de toekomst? Ja, tuurlijk denk je als je daar in ieder geval investeert. Maar doet hij dat ook daadwerkelijk? Hè? Als hij dat niet doet, ja, waarom zou je dan investeren? Want mensen die er echt de grotere mee zeg ik ook, ga ik ook niet zeggen. Als je er niet in gelooft en de munt gaat het niet waarmaken, ja, waarom zou je dan in investeren? Dan moet je jezelf afvragen. Maar het doel van mij deze video is dat je begrijpt waarom altcoins nou dalen. Dat komt gewoon omdat de waarde, een van de redenen, dat komt gewoon omdat de waarde, die mag x blijven. En als de Bitcoin daar stijgt, ja, dan gaan ze verkopen. Ja, en logisch, want de waarde wordt maar geschat op 20 miljoen, zoals in het begin van deze video de uitleg daarvan. Mocht je nou na het kijken van deze deze video nog vragen hebben, kun je altijd even stellen op het CoinGidsForum. Ik ben nu ingelogd, maar hier staat account aanmaken. Kun je altijd account aanmaken, vragen stellen. Elke avond en elke morgen ga ik alle vragen beantwoorden of andere mensen helpen jou daarmee. Of laat even een reactie achter onder deze video. En mag ik je bedanken voor het kijken van deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Bye!